Het federaal parket heeft zaterdagmiddag de 5 internationale aanhoudingsbevelen uitgevaardigd door Spanje overgemaakt aan het Brusselse parket. Dat meldt het Brusselse parket. Dat ze worden overgemaakt komt omwille van de banden die de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont en zijn 4 voormalige regeringsleden hebben met Brussel. Het federaal parket heeft vrijdag 5 Europese aanhoudingsbevelen ontvangen van de Spaanse autoriteiten. Naast dat voor de Catalaanse regeringsleider Carles Puigdemont gaat het om de 4 Catalaanse ministers Maria Serra, Antoni Comín, Lies Puig en Clara Ponsati. De aanhoudingsbevelen kwamen er nadat de 5 donderdag niet voor de rechter in Madrid waren verschenen. De Catalaanse leider en de leden van zijn regering worden in Spanje vervolgd voor rebellie, misbruik van overheidsgeld en opruiing. Daarop staat een maximumstraf van 30 jaar. Het parket van Brussel stelt dat de aanhoudingsbevelen momenteel worden onderzocht met medewerking van het federaal parket en het parket-generaal van Brussel. Zodra de 5 betrokken personen zijn gevonden en voor de onderzoeksrechter gebracht, heeft die 24 uur de tijd om een beslissing te nemen. Hij kan beslissen om geen aanhoudingsbevel uit te schrijven, of dat wel te doen, maar de personen eventueel voorwaardelijk vrij te laten. Als de onderzoeksrechter een aanhoudingsbevel uitschrijft, komt het dossier bij de Raadkamer, die binnen de 2 weken moet beslissen of het Europese aanhoudingsbevel wordt uitgevoerd tot 100 dagen. Minister van Justitie Koenens zei vrijdagavond dat het theoretisch en in uitzonderlijke omstandigheden tot 100 dagen kan duren. Voor de hele procedure is doorlopen. Minister van Justitie Koenens zei vrijdagavond dat het theoretisch en in uitzonderlijke omstandigheden tot 100 dagen kan duren voor de hele procedure is doorlopen. Die timing is symbolisch niet onbelangrijk, want op 21 december vinden er vervroegde verkiezingen plaats in Catalonië. Indien een van de betrokken partijen het niet eens is met de beslissing van de Raadkamer, kan die beroep aantekenen en wordt het dossier voorgelegd aan het Hof van Beroep. Dat heeft op zijn beurt 15 dagen om een beslissing te nemen. We zijn bereid tot volledige medewerking met Belgische justitie en NAV. Het Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd door Spanje. Carles Puigdemont herinneringslintje het KRLS het 411-010000-CET-2017. Een verder beroep bij het Hof van Cassatie is mogelijk indien een van de partijen het oneens is met de beslissing van het Hof van Beroep. Volgens het federaal parket moet Cassatie een beslissing nemen binnen de 15 dagen. In een Nederlandstalige tweet onderstreepte Puigdemont alvast dat hij zal meewerken met de Belgische justitie. Verenigd Politiek Front vormen. Verder heeft Puigdemont vandaag ook opgeroepen tot een Verenigd Politiek Front bij de verkiezingen van 21 december. Dit om de campagne naar onafhankelijkheid van Spanje voor te zetten en te protesteren tegen de gevangenneming van voormalige leden van de regionale regering. Tegelijkertijd weette hij in het Nederlands dat hij de volledige medewerking biedt aan de Belgische justitie. Puigdemont, die naar België uitweek nadat zijn regering was ontslagen na een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring, zei gisteren dat hij overweegt zich vanuit Brussel kandidaat te stellen bij de verkiezingen. Voor alle democraten is het moment gekomen om zich te verenigen, voor Catalonië, voor de vrijheid van de politieke gevangenen en voor de republiek, schreef hij vandaag op Twitter. Premier Mariano Rajoy riep nieuwe verkiezingen uit nadat hij een week geleden de macht in Catalonië had overgenomen. Het markeert Spanjes ernstigste politieke crisis sinds de terugkeer van de democratie aan het eind van de jaren 70. Politieke partijen in de rijke noordoostelijke regio die gezamenlijk willen optrekken, hebben tot dinsdag de tijd om een mogelijke coalitie te registreren.